is hier Wuitens voor AZ. Wacht lang met zijn voorzet. Komt dan met die bal richting Weghorst. Lucassen aangetikt. Vrij trap AZ op een aardige positie, toch? Een licht tikje van Navarone voor. Met Lucassen achter de bal. Lucassen met een vrije trap op de lat. Schitterende trap van de middenvelder van AZ. Dicht bij de openingsgoal. Vitesse komt goed weg. Rashica. Even los van Haps. Haps vecht zich terug in dat duel. Spectaculair aan de competitie begonnen, Haps. Hier is de koppel. Tegendraads. Dat is nog heel krap uit die hoek. Om zoveel vaart mee te geven. De kleine Nathan. Weghorst weer een duel met Kasia van Overeem sluit aan. Daar is Handbaks onderweg. Veel sneller dan Kruiswijk. Het terugleggen en daar de kans voor Weghorst. Goeie aanval van AZ. Wat overduidelijk de bovenliggende partij is in de eerste 20 minuten. Van Overeem, Rashica ook aan het mee verdedigen. Daar komt de paas naar Handbaks. Kruiswijk, een beetje lop. Maar Makkeli vindt het niks. Dus die voorzet van Overeem, Kruiswijk kijkt even naar de bal en vangt dan Handbaks op. Rashica dan voor Vitesse. Rashica met de demarrage. En krijgt die bal nog voor de goal. Svensson, moeizaam. Seuntjes moeizaam. Leerdam. Kan niet door een schot komen. Rashica. Vitesse heeft nu wel 3-4 man in het 16 meter gebied. En daar het doelpunt. Daar is de goal voor Vitesse. 10 minuten voor tijd. Ricky van Wolfswinkel. Explosie van geluk aan de rechterkant van het stadion. Bij de 18.000 uit Arnhem. Bij de schoonvader van Wolfswinkel. Rashica met de voorzet en de inschattingsfout van Krul. Want zo mag je dat toch wel typeren. En het spitseninstinct van Wolfswinkel die in zo'n voorzet gelooft. En toch maar doorloopt. En dan het hoofd tegen de bal krijgt. Bij Leerdam gaat het echt niet meer. Die is al veelvuldig getroffen door de kramp. En die ook een tik gekregen op de kuit, zo lijkt het. Of komt hij helemaal verkeerd neer? Ja, dat laatste dus. Grijpt naar de knie. Dit ziet er slecht uit voor Leerdam. Dit ziet er heel slecht uit voor de rechtsback van de Arnhemmers. Dix. Van Wolfswinkel gaat er achteraan, staat geen buitenspel. Dan zou hij het hier kunnen beslissen. Van Wolfswinkel! En dat doet hij! Twee keer! Ricky van Wolfswinkel, de man van deze finale. Geen buitenspel, dat wordt opgeheven door Haps. Dan het duel tussen Van Wolfswinkel en Vlaar. Vlaar is gezien. En geweldig afgerond, dat moet gezegd door Van Wolfswinkel. De kapbeweging. En dan de droge knal in de lange hoek voor de 0-2. Lucassen. En bijna vloog hij er ook nog in van het hoofd van Friday. Dan is daar het laatste fluitsignaal van Danny Makkeli. En sprint alles en iedereen in het geel-zwart het veld op. Om te vieren dat Vitesse verlost is van dat juk. Van net niet, want nu is het alles. Is de KNVB-beker voor Vitesse. Dankzij Ricky van Wolfswinkel, de spits die terugkeerde in Arnhem. Daar uit de catacombe opgestaan. Leerdam, want hij wilde natuurlijk ook niets van missen. De diagnose, de pijn, dat komt allemaal later wel. Het verdriet komt later wel, want hier is de vreugde. Ik ben geweldig blij dat voor de jongens, voor de club, voor deze mensen, man. Wat staat hier op ons shirt? 125 jaar, niks. Nu hebben wij echt wat gewonnen voor ons. We staan van die nul af. 125 jaar, de dieselmotor werd uitgevonden. Het is echt bizar. Ja, zeker weten. Maar vandaag is dat taboe. Het is gewoon over. Het is klaar. We hebben die beker, man. Wat willen we nog meer? We hebben een topspits. En hij maakt zijn 24ste, denk ik, van het seizoen. En we winnen. Jij houdt ze bij voor Ricky? Nee, we zijn kamergenoten. Dus we praten er veel over. En... Ja, we zijn
we kennen elkaar goed en we kunnen goed opschieten. En dus ik ben extra blij voor hem. Hier hebben we voor gewerkt en ja, dat dit de eerste prijs is in de clubhistorie, daar ben ik blij mee dat ik heb gespeeld. Ja, wat voor feest wordt dit? Ja, ik denk als we terug in Arnhem komen, dan wordt het gekhuis. Ik denk de komende week staat Arnhem op zijn kop. Dus als je niks te doen hebt, kom maar langs. De 99e KNVB-bekerfinale. Gewonnen door Vitesse. Wat de eerste prijs pakt in de clubgeschiedenis. 125 jaar jong. En daar is dan de eerste beker voor de prijzenkast. Een kleine 20.000 Arnhemmers vieren feest als de man van de wedstrijd die beker toont, Ricky van Wolfswinkel. Ben je trots op ze? Ja, te gek. Ik heb voor de wedstrijd gezegd, ik ben sowieso trots op jullie, wat er ook gebeurt. Want ik vind wel degelijk dat we stappen hebben gemaakt. Ja, je hebt een goud aantje. Ja, maar soms moet je geluk hebben.